Goedemorgen. Jemig, ik ben net een uurtje ben ik wakker. Even kijken, ja, het is nu half 10. Later wakker dan gepland. Ik zou 9 uur wakker worden, maar half 10 werd ik wakker. Dus ik heb gedoucht. Even lekker omgekleed. Ben ik klaar voor. En alles ingepakt wat ik moet hebben voor vandaag. Ik ben nu even aan het eten. Even brood met ei aan het eten. En nou, weet je, ik heb geprobeerd die vriend van me te bellen. Om te kijken of hij wakker is. Hij heeft namelijk gisteren de hele nacht gewerkt. Dus hij is een beetje taai, denk ik. Maar waarschijnlijk ligt hij nog te slapen. Dus ik ga zo even bij hem langs. Bij hem thuis langs. En dan haal ik hem daarop. En dan gaan we samen naar het treinstation toe. En dan gaan we die kant op naar Rotterdam. Dus dat wordt rond half twaalf uur of zo. Waarschijnlijk moet je ze zo nog klaarmaken en zo. Dus dat gaat nog, ook nog even duren. Dus wij zien wel even wel kijken waar verder. Dat wordt wel leuk. Dat wordt heel leuk. Ik heb er zo'n zin in. Rotterdam! Rotterdam, 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 Rotterdam. Ja, dus we gaan daar lekker knallen vandaag. Dat is wat ik wil zeggen. We gaan daar lekker knallen vandaag. Jezus, wat een enthousiasme. Dus daar heb ik echt zin in. Daar heb ik wel echt zin in. Met mensen ouwen. Nogmaals, we gaan langs kleine boutiques. Kijken of we die... Ja, het zijn kleine boutiques daar zo. Maar we gaan daar langs om een product te laten zien. Kijken of ze geïnteresseerd zijn. Een beetje uitleg erbij. Dus daar heb ik wel zin in. Was wel leuk. Ik heb net weer een nieuwe video opgeload. Dus kijk daarna. Is leuk. Ja, dat was hem. Ik ga zo onderweg daarheen. Even broodje eten en dan ga ik daarheen. Ik ga nu op weg naar de vriend toe. En dan, als hij nog niet wakker is, dan ga ik hem lekker wakker maken. Nou, goed wakker maken. Alle bastards. Zo, ja, man. Ja, jongens. Ik ga ervan genieten. Rotterdam. Ik ben net bij hem langs geweest, maar niemand doet de deur open. Dus misschien is die Nokkie in bed helemaal aan het slapen en zo. Dus ik ga mijn eentje die kant op. En dan ga ik het proberen uit te voeren wat mijn idee was. Dus het is helemaal werk, maar ja, als ik hem niet eens wakker kan krijgen, dan is jammer. Dus ik ga nu op weg naar het treinstation. Treinstation. Rotterdam. Rotterdam, Rotterdam. Place to do, dus ik heb daar wel zin in. Ja, jongens. Jammer dat ik een wachtje krijg, joh. Ik heb er wel mee gewild. Deze ouwe hoeren, iemand om mee te ouwe. Ja. Nieuwe vrienden maak je zo, hè. Dus, wat leuk. Net op het treinstation aangekomen. Even kijken, ik heb even gekeken op 9292. Als ik de trein van zometeen 12 uur pak, dan ben ik daar om... Even kijken, 5:30 ben ik. 5:30, 2:30 ben ik er. Dus dat wordt wel leuk. Ach, is nu 4:15. Dus, ik heb er zin in. Wordt leuk. Wordt leuk. Tja, zo jammer dat ik hier niet wakker werd, je. Ik had wel zin om het... Met hem daar te gaan ouwen. Ik heb hem iets van 4-5 keer gebeld of zo. Dus hij belt me straks waarschijnlijk wel terug als hij wakker is. Maar ja, nu kan ik langer blijven. Want
als hij meeging, dan zouden we rond 1 uur of 7 uur s'avonds zouden we terug moeten gaan reizen. Omdat hij morgen vroeg, of nee, hij moet s'avonds moet hij werken, vanavond moet hij werken om 9 uur. Dus dat is wat chill, dan kan ik langer blijven daar zo, langer houden. Ja, ik ga even kijken, ik heb nog een vriend daar zo die daar woont. Ik ga kijken of hij wat te doen heeft vanavond, waarschijnlijk wel. Maar ik ga kijken of ik met hem mee kan chillen. Dus dat was wat. We gaan look, ga kijken. Het is nu 11:15, dus even 15 minuten wachten en dan kan ik met de trein mee. Net aangekomen in Rotterdam, ik ga meteen naar het centrum toe. Is veel windje. Gewoon een beetje lachen. Een van de jongens waarmee ik de vorige keer hier was, tenminste toen ik hier was, een van de jongens die ik hier op straat had ontmoet, die staat nu ook op straat, dus ik ga even daar even een beetje ouderen. En dan ga ik doen waarvoor ik gekomen was. Even kijken of ik het een beetje kan filmen, vastleggen. Maar ga even kijken. Wordt leuk. Met een vriend van me op straat gestaan. Die moest ook werken op straat. En, hij verkoopt energie en zo aan mensen. Maar ik heb even met hem op straat gestaan. Ik heb hem gehoord. En hij moest zo moest weer gaan werken in een restaurant. Dus kon niet blijven chillen daar zo in Rotterdam. Dus ik denk, ik ga even naar Amsterdam. Naar een andere vriend. Ik heb een berichtje gestuurd. Of hij kon chillen, maar hij heeft nog niet teruggereageerd. Waarschijnlijk is hij nog aan het werk. Dus als hij me weer een bericht terugstuurt, dan ga ik even met hem chillen. We gaan even kijken hier zo. Ik ga hier ook even gaan horen. Kijk wat mogelijk is. Wat leuk. Net weer terug aan Putten. Van Amersfoort. Nu 9:05 of zo, alle bassen zo, zo moe joh. Maar weet je, ik heb lekker geknald, ik ben blij. Maar ik heb jammer genoeg niet zoveel video's kunnen maken voor mijn actie. Omdat ik geen tweede partner mee had die had kunnen filmen. Dus dat is jammer. Maar ik heb wel een paar fotootjes kunnen maken van de mensen. Oh jongens, fietsen in zand is niet zo makkelijk. Oh jongens, zo leuk. Bezig met de hele weg verbrouwen. Hier zo. Ah, dus ik ga zo lekker naar huis. En ga lekker chillen. Is hard nodig. Oh ja, zo moe. Veel gelopen. En veel gehouden. Nou, die vriend van Amersfoort, van Amsterdam, die kon niet meer. Tenminste, hij reageerde niet. Dus ik zie vanavond wel, als ze klaar is met werken. Ik denk dat hij nog aan het werk is. Maar ik zie het wel. Hé, heer. You have absolute control over only one thing. And that is your thoughts. This is the most significant and inspiring of all facts known to humans. This ability to control your thoughts is the sole means by which you may control your own destiny. If you fail to control your own mind, you may be sure you will control nothing else.